Wel, ja. Ik ga, denk ik, straks mijn jasje uitdoen. Ja. Of alles uit. Wow. Ja, het wordt, het wordt een hele. Een, we hebben een heel nieuw concept hè, Jan? Heel nieuw concept. Een soort strippokergesprek, nee. Truth or dare? Het begint heel anders dan ik had verwacht. Ja. De enige die dan zijn kleren uitdoet is de dikke man. Hetzelfde zin. Ja. <laughs> ja, maar we hebben niks te verbergen toch? Uh, ja? Nou, ik wel hoor. <laughs> Jan, Benning, wederom mag ik bij jou aan tafel komen hier in jouw huis. Um, dit is de derde keer of de vierde alweer, ik weet het niet. Um, maar we, ja, dat is een goede vraag. Volgens mij de vierde keer. Ja. Hè? Ja, de vierde keer. En uh, ik vind het heel leuk, het heeft weer, weer een tijdje geduurd. Maar ja. uh, we hebben ook een beetje nagedacht over wat we eigenlijk willen met onze gesprekken. Hè? Dus we doen een soort uh, banning met Bergsma, kun je het noemen? Bakkie met Bergsma is natuurlijk dan uh, mijn kanaalnaam. Um, en daar gaat het ook, ik, ik bespreek daarop, daarop natuurlijk van alles in mijn eentje ook. Maar met jou wil ik, wilde ik eigenlijk dit keer, of vanaf nu zouden we kunnen zeggen, ook wat minder op de... Ja, op de waan van de dag reageren, wat minder de nieuws en actualiteiten bespreken. En dat deden we vorige keer eigenlijk ook al een beetje door het boek van Kagen, hebben we toen besproken ja. en allerlei andere dingen. Maar ja, je, je komt toch weer op die waan en de gekte. En um, de behoefte, althans voor onszelf ook, is om daar ook een beetje uit weg te blijven. Um, ja. Want uh, ja, het, het, is, het is een hele rare tijd. Mensen worden heel onzeker. We zijn nog steeds heel erg angstig. Uh, publiek wat, wat ik dan heb, maar ook uh, ja, ik hoort van heel veel mensen om me heen van ja we moeten het over weer leuke dingen hebben en mooie dingen hebben en de schoonheid weer omarmen en um, ik weet dat jij uh, ja graag gedichten leest um, sowieso graag leest ik ook uh, en we verdiepen ons ook graag in andere dingen. Dus We gaan kijken wat we vandaag uh, kunnen ja bespreken met elkaar op dat gebied. Ja. Is het, is, het, het is inderdaad hoog tijd om. Uh, ja, we moeten ontsnappen uit dit gekke huis. Hmm. Want uh, we, we gaan van de, ene, van de ene waan naar het andere spookbeeld, naar de, naar de volgende ramp, uh, naar de volgende kernoorlog. Hmm. En eigenlijk is er maar één uh, uh, manier om daaruit te ontsnappen: dat is je onttrekken aan het uh, narratief. En uh, je onttrekken aan, aan, de, aan de paniek van de dag. En uh, het lijkt me dus heel goed om dat te zoeken. En eigenlijk is maar één weg die ik heb kunnen bedenken: is de, de, de vlucht in de schoonheid. En uh, dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Je kan natuurlijk schilderijen laten zien of zo. Of, mm -hmm. of whatever. Of, maar dat is wat moeilijk bij een podcast. Uh, muziek is ook wat uh, overheersend als je er doorheen kletst. Mm. En dan is het eigenlijk een ondergeschoven kind: dat is de poëzie. En uh, ja. Ja, dat is eigenlijk iets waar wat eigenlijk helemaal is uitgedoofd uh, in de strontlawine, weet je wel. Wie, wie, heeft, wie houdt zich tegenwoordig nog bezig met, met poëzie? Uh, wie, ja, wij denken dat, uh, dat Nico Dijkshoorn een dichter is, weet je wel. En, ja. en, uh, dus ik bedoel, uh, het, misschien is het wel goed om samen met, met mensen die kijken... Gewoon, gewoon een ontsnappingsroute uit te plotten richting de schoonheid. Uh, uh, Dostoevsky zei al... Uh, Krassata spasai mir, want dat betekent: Schoonheid redt de wereld. Mm -hmm. En uh, daar zit heel veel in. Namelijk, als je gewoon niet meegaat in het slechte en het donkere en het satanische en het zware en het nare en de angst en, de, uh, en, en, en de, de slechtheid, dan ga je vanzelf iets anders doen. Dan ga je vanzelf iets beters doen. Dan ga je vanzelf anders naar de wereld kijken. Daarmee wil ik overigens niet, en ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, maar. Um, ik wil niet zeggen dat we onze ogen moeten sluiten voor wat er om ons heen gebeurt. Dus ik, ik vind het ook wel goed om, om iets van links met de actualiteit te houden. En daar ja. hopelijk een beetje om te kunnen lachen. Of juist daar toch dingen in te zien die toch wel heftig zijn. Mm -hmm. Maar we moeten niet uitsluitend alleen maar van, de ene, van het ene bullshit-verhaal in, in het volgende narratief uh, vallen. In de volgende, vooral, de volgende teleurstelling. Ja. Want het is natuurlijk ja. eigenlijk. Als je kijkt wat we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest, is het, is het, is het ons bewegen van de ene teleurstelling naar de volgende teleurstelling. Noemen ze noem een teleurstelling op. Die, die op die. Ja, nou ja, de belangrijkste teleurstelling is, en dan gaan we direct heel diep, maar dat is eigenlijk gewoon dat niets is wat het lijkt. Dat is voor de meeste mensen, ja, is dat, is dat, is dat iets voor enorme treurnis en, en rouw. Mm -hmm. Niets is wat het lijkt. Niet nee. is meer. Alles wat goed is is slecht, alles wat links is is rechts, alles wat op is is. Dat, wat die, boven is dat omgekeerde, is omgekeerde. Ja, dat omgekeerde dat, wat ja uh, uh, as above, so below. Um, hmm. Alles is anders. En dat is eigenlijk nog erger dan uh, alles is minder of alles is slechter of zo. Alles is anders, dus alles waar je je leven lang mee bezig bent geweest. Het veilige Westen waar hmm. we goede mensen wonen ja. en die goede dingen doen. Waarna nou, je naar de stembus gaat, en kies je je leiders kies uit. Leiders ja, en, ja. En, en dan bombarderen we slechte islamieten. Ja. En, want dat is ja. goed. Want uit de God worden die gehaald. Want wij ja. brengen vrijheid. En, bedoel, ja. Zo, ik, bedoel, ik heb geen ding voor mijn neus waar dit op. Ik kan er zo tien bedenken waar ik denk van ja. It's, yeah. all, it's all lies. Weet je wel? We are in, a, in, the, in the empire of lies. Wie, wie, mm -hmm. Van wie was het ook alweer, de empire of lies? Wie heeft dat, dat, was niet. dat te doelinterval? Dat <laughs> maar, <laughs> zou, die, zou die zomaar gezegd kunnen maar, hebben, uh, ja. Uh, uh, the empire of, we leven in een empire of lies. En dat is mm -hmm. dus de grootste teleurstelling, denk ik, voor mensen. Mm -hmm. Omdat je je leven erop gebouwd hebt. En je leeft niet alleen in het heden... maar je leeft ook vooral met hetgeen dat je hebt... Verzameld aan herinneringen en gedachtes. En, mm. en, en als die ineens nul en void blijken te zijn, mm. of een heleboel dingen daarin, heel veel mensen kunnen dat helemaal niet handelen, nee, en dan nee. gaat het nog veel erger worden. Ja, en ik kan je helemaal volgen hierin van en, en, en je, je, je raakt ook wel een beetje onverzadigbaar in, dat, in die um, erkenning, zeg maar, dat het dus niets is wat het leidt. En dan ga je ook denken, ja, maar wat is er nog meer allemaal niet waar? Ja. Want als dit allemaal eigenlijk gebaseerd was op een, ja, op een, op een leugen... Hè? dus ja. uh, dat je inderdaad... Uh, uh, nou ja, ik, ik kan nog zo'n lijstje noemen van dingen. Hè? Je gaat studeren, je, krijgt een, je hebt een goede ja. baan, dan draag je bij aan de samenleving. Het hele spel eigenlijk van uh, The Games People Play is ook een boekje. Hè? Ja. Uh, dat, dat hele spel waarin je dus die vrouw bent in het Westen die zich heeft ontwikkeld... En, uh, ja, het christendom niet nodig heeft, want we zijn vrijgevochten en allemaal die sprookjes, dat hebben we allemaal achter ons gelaten. En de moderniteit is een soort heilig en het liberalisme is ook een heilig concept. Ja. En, uh, en je ziet dus nu dat dat uh, enorme uh, ja, gevolgen heeft gehad. Ja. Uh, dat we onszelf verliezen, zeg maar, helemaal in die, in die leugen. En er zit er gewoon een heel groot deel van die mensen, zit er gewoon nog helemaal in aan het in, omdat ja. het gewoon te groot is. Maar wat ik dus ook zie, is dat mensen, dus, omdat ze onverzadigbaar zijn, helemaal doorgaan op die lijn van de aarde is niet rond maar plat ja. en alles. En, en ik, kan dat, ik kan dat zo goed begrijpen. Um, en, en mensen worden er ook om beschimpt natuurlijk, hè, dat ze zo gaan, helemaal niet die complotten gaan denken. Mm -hmm. Maar het, het feit dat het gebeurt, dat er een bewustwording is nu, een awakening, zou je kunnen ja. zeggen. Dat staat voor mij wel vast. Ja. Dat er een breuk is gekomen. Als je ontstaat nu. tussen ja. een deel van de wereld en een ander deel van de wereld. Een deel van de mensen en een ander deel van de ja. mensen. En met name de elite zit natuurlijk nog steeds in die. die, 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 die kolos van, 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 die, van die leugen. Um, en die moet ook koste wat kost. overleven. Dat, dat is ja. mijn gevoel heel erg. De leugen is eigenlijk. Een soort, dat, moet, dat mag niet worden. Uh, um, ontmaskerd. Klopt. Even heel kort... Uh, dus ja, Jij zit dan inderdaad meer in, in de... Jij zoekt de schoonheid dus in de, in de poëzie... en in dat soort um, uitstapjes in, in mooie dingen. Ik, ik, zie, ik vind filosofie dan weer heel erg interessant, mm -hmm. omdat het... Oh, maar dat is aan elkaar gekoppeld. is het is natuurlijk een op een ook aan elkaar ja, gekoppeld. Ja, um, je kan, je kan de, de grote filosofen kan je niet loszien van de grote dichters. Nee. En ook die grote filosofen worden nu natuurlijk... Ja. Ja, persona non grata, allemaal verklaard. Uh, Nietzsche, Heidegger, Plato, Nietzsche Aristoteles. Was oh, nee, witte Nietzsche, Nietzsche was natuurlijk een dichter. Ja, witte, witte, ja maar de gevestigde ook. orde heeft het over witte filosofen. Ja. Die, ja. die, die uh, moeten verdwijnen omdat die uh, <laughs> ja. de vrijmaking van, van de minder gekleurde of ja, minder... Uh, Gelukkig hebben we aquatie. Ja, precies. Dus ja. dat is het effect en, van... En Jerry Erfeyer, ja. die neemt uh, die rol. Uh, prachtige <laughs> gedichten. Misschien hadden we ja. zijn gedichten ja. ook even moeten bespreken. Ja, precies. Maar um, ja. ja het is iets. Dus ze hebben het al, de grote woorden al laten vallen: The Great Awakening. Um, ja. Ik heb jou uh, wat linkjes doorgestuurd ook van nieuw werk, wat was een artikel geloof ik, van... over, of niet, het is niet eens zo nieuw meer, het is alweer weer bijna een jaar oud, van, uh, van Alexander Dugin. Ja. Uh, dat heet The Great Awakening versus the Great Reset. En. Um, ik had nog nooit iets van hem gelezen eigenlijk, maar ik dacht van, waar, waar is al die ophef om te doen? Deze man ja. wordt natuurlijk verguisd, zijn dochter is onlangs... Daria Dugina. Daria Dugina is uh, opgeblazen, um, de schuldige, dat, daar hoef ik het niet over te hebben mm -hmm. per se. Maar duidelijk was er wel iets van vrevel aan een bepaalde kant voor zijn werk en zijn uh, filosofie. En hij zou ja. natuurlijk de huisfilosoof van Poetin zijn... Ja. Kijk, ik denk dan, oké, okay, als het allemaal zo vreselijk is en gevaarlijk wat, wat de Russen zeggen over ons, dan wil ik het juist graag lezen. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar... Ja, nou goed, ik lees sowieso uh, heel veel Russische publicaties. Uh, <coughs> dus ik. Ja. ik ik ben helemaal niet vatbaar voor dit mag je niet lezen... en dan mag je niet naar kijken en nee. whatever. Mm. Dus zodra de mensen die ik afsch afschuwelijk vind... gaan zeggen dat ik bepaalde dingen niet mag zien... Wil dan wil je juist, juist naar kijken. Ja. En dat doe ik eigenlijk al tien jaar of twintig jaar. Dus ik bedoel, wat dat betreft kunnen ze, kunnen ze mijn rug op. Mm. Ik, eh, ik lees gewoon wat ik wil lezen. En, uh, dat is, dat is, ja. en Dugin, yeah. Dugin is natuurlijk een hele, is een hele bijzondere man. Ik denk wel een van de grote mensen achter Poetin. Ik denk dat... Mm. Uh, ik denk dat je daar niet... Ik uh, denk dat dat wel zo ja, is. Ik denk ja. dat hij zich heel erg laat inspireren. De, Poetin zei ook in zijn toespraak... Mm. dat uh, de, de filosofen nu in Rusland ook uh, persoonlijk werden aangevallen. Dus hij neemt Poetin... Of hij neemt Dugin, Dugin ja. op zijn minst heel ja, ja, serieus. Ja, ja. En wat ik veel... wat ik, We gaan al diep in? Dat vind ik toch? Ja. Dat, oh ja? ja. ja? Dat, 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 Dugin legt het grondwerk voor de... Um, voor de gedachten van, van, van Poetin als leider van Rusland, als leider van een, van, een, van een rijk tegenover het Westen, als een ander rijk. Uh, dat zie je één op één terug in, uh, in zijn speech. Mm -hmm. uh, ja, nee, precies. Dus als je het hebt over van hoe, hoe komen we erachter of zij elkaar beïnvloeden, ja. of althans doet in hem ja. Poetin beïnvloeden, is als je puur de laatste speech kijkt ja. van Poetin, van een paar dagen van een week geleden geloof ik. Ja. Um, die natuurlijk door de, ex de Rusland experts zijn, uh, weer zijn geduid als een uh, duidelijke man in het nauw enzovoort. Ja. Maar goed, daar kunnen we het ook nog over hebben. En, en je leest dat The uh, Great Awakening verhaal van Dugin. Dan kun je inderdaad één op één zie Precies. je gewoon de parallellen, inderdaad, in hun manier van ja. denken um, en hun haat. Of, ja, zo mag je het misschien wel noemen. Maar ik, ik, ik lees er niet per se haat in, maar hun. Hun front zou je het kunnen noemen tegen het liberalisme, zoals we dat nu in het Westen hebben. Ik denk dat het wel belangrijk is voor de, voor de luisteraar om te weten, zoals ik het lees in ieder geval, is dat zowel Dugin als Poetin, zoals ik het hoor, niet per se het Westen als hun vijand zien. Ze hebben het over ja. het. Liberalisme. Uh, het, het liberalisme. De van het liberalisme dus ja. uh, dus de, de, de Western modernity. Precies. Daar heeft Dugin het over. Hij, hij zegt ja. ook letterlijk in zijn boek: I am not against the West. I am not against the people of the West. Ja. I am against the version of modernity that is currently... Um, yeah. En Poetin, één op één, in een van zijn yeah. allerlaatste yeah. Uh, alinea's van zijn speech, zegt hij, brengt yeah. hij dit één op één yeah. terug van de mensen in West-Europa. Ik ben geen vijand van West-Europa, nee. ik ben nee. een vijand van de mensen die, het, die een bepaald systeem uitdragen wat uit is op vernietiging. Mm -hmm. Ja, uit is op vernietiging en dat leidt hij natuurlijk nog wel beter in uh, met... Toch wel overtuigende analyse vind ik van hoe de globalisten inderdaad absoluut geen uh, multipolaire wereld uh, zouden uh, toestaan in hun wereld. Dus Poetin en Dugan zeggen allebei, we moeten naar een multi multipolaire wereld waarin allerlei landen soeverein ja. hun eigen tradities, hun eigen cultuur, hun eigen religie kunnen, ja, kunnen oppakken en kunnen uh, inzetten. Om ook daarin dan weer samen te komen op, op wereldschaal. En dat is, dat is, het is eigenlijk heel bijzonder om te lezen, want het, het, is, het geeft je zo'n. Je voelt je zo uh, geslagen bijna door, door, die, door die analyse van, van Dugin... Dat je denkt, ja, ik voel me inderdaad als persoon in het Westen wel aangesproken hierdoor. Ja. Dat, we, dat we dit hebben, dat we zo. Um, Arrogant zijn geweest eigenlijk, dat we de hele wereld konden meekrijgen ja. in, in, ons, in, ons, in ons vrijheidsideaal. Ja. Um, wat is niet eens, wat geen vrijheidsideaal meer blijkt te zijn, maar het, het onderwerp eigenlijk van, van, de, van vrije, de hele wereld. Het is aan... de vrijheid van het niets. Ja. En, en dat is ook, dat, daar, moeten, daar moeten we straks nog op terugkomen, dat is ja. waar ik dan niet helemaal met hem eentje ben. Um, maar uh, wat ik toch even wil benadrukken is dat vooral uit de speech van Poetin blijkt dat hij. Uh, zijn volk en zijn land wil beschermen. Uh, tegen de vrijheid van het niets. Dat is eigenlijk uh, wat heel erg spreekt uit zijn verhalen. Van jongens, allemaal, uh, uh, Prettige wedstrijd daar. Doe maar lekker gek. Maar laat mijn land en mijn volk met rust. En wij gaan hierdoor met, uh, uh, mm. met, met wel. Uh, met geloof. En met, met bepaalde structuren en verbanden. Die het liberalisme op allerlei manieren in het doorgeschoten liberalisme in het Westen op allerlei manieren probeert te vernietigen. Mm -hmm. uh, wat ze laten ja. zien met hun eigen mensen, met ons, met mm -hmm. de eigen mensen in het Westen. Mm -hmm. Weet je wel, de boeren moeten stuk, mm -hmm. uh, je mag niet meer stoken. Ik bedoel, uh, alles. Het raakt is, aan alles. Het is inderdaad, het is. Het, trekt de lijn dus door. Hè? Hij waarschuwt ja. eigenlijk. Hij zegt dat het liberalisme zit nu al op het punt zit dat, uh, dat de, de, dus de, de twee seksen, als het ware, moeten worden opgeheven. Ja. He, dat is de transgenderpolitiek. Nou, dit zien we gewoon gebeuren. Je kunt het niet ontkennen dat het gebeurt in het Westen. Um, he, dus de, de, het individu, he, het liberalisme, is natuurlijk voor het individu. Er, er zijn alleen maar individuen. Alleen het individuele is, is echt. Mm -hmm. he, dat is de filosofie van het liberalisme. Ja. En dat individu moet zich losmaken uit die vrouw-man. Verschillen om weer, weer wat, nog een beetje vrijer te worden of zoiets. Ja. Uh, en hij zegt het volgende stap is dan uh, wil de mens nog wel de mens zijn. Precies. Want de mens houdt de mens ook gevangen. Precies. En dat is zo'n kwart, wat zo'n kwartje voor mij. Dat, van, dat is dat transhumanisme, dat is het wat, wat we bij het World Economic Forum zien van die Javi, Ju hoe heet die? Die, 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 die zegt. Ha, sorry, hoe kom ik nou daar? Harari, ja, die, die, die dat ook zegt. Van uiteindelijk moet de mens. Uh, de nutteloze mens, als het ware, moet, zich, moet opgaan in een, in een soort robotachtig uh, staat. Want de, de mensheid houdt de mens gevangen. Exact. Het is de bevrijding van ja. alles. En, dus en, we en willen en ons Putin bevrijden, zegt, maar van onze ja. menselijkheid. En Poetin zegt eigenlijk, als, we, als, jullie, als jullie nog mensen willen zijn... als we dus. nog de mensheid willen hebben... dan moeten we ons keren, of moeten we... Die ja, ja, keren tegen het, uh, tegen het globalist, uh, globalisme van de elite. Precies. Die het liberalisme voorstaan, maar dat is gewoon een, 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 een dekmantel. Hè? De, 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 die, die, en daarom is iedereen ook zo, zo boos op Poetin, denk ik, zo boos op Dogin. Omdat, omdat ze natuurlijk zich. Ja, het liberalisme is zo aan ons ver, vergroeid. We, we moeten toch vrij zijn? Het is toch juist goed. En al die. Ja. Al die um, ja, die, die onderwerping die we in andere landen zien in China, in Afrika, in het Midden-Oosten. Wij zijn toch veel beter dan dat? Ja, maar um, het, is, het is de vrijheid ja. van het niets. Oftewel.